Hey, what up, Jerry? Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Unsen, de serie tegen je oogbollen. En vandaag... zetten we de camera schuin. Leuk dat jullie weer kijken naar gloednieuwe Unsen, de serie tegen je oogbollen. Vandaag staat de camera schuin. Ik weet, is dit heel vervelend? Het is wel raar, hè? Het is alsof ik zeg... Wacht, ik ga nu zo'n move doen van Michael Jackson. Hey, vandaag gaan wij kijken op de subreddit naar gekke, rare, vervelende dingen. Want dat is wat we bij Unsen doen. Oogbollen stuk maken, oké? Dat is wat we vandaag moeten bereiken. We gaan een beetje random op wat willekeurige subreddits zitten. Die van mij en die van anderen. Gewoon een beetje heen en weer. Altijd leuk. Oh mijn god. Holy shit, dit meen je niet. Iemand heeft zijn auto. Heeft dit wielstuk van zijn auto vastgemaakt met allemaal... tire wraps en oh, je zou dit maar kopen. Dan koop je echt, ik wilde zeggen, dan koop je letterlijk een kat in de zak, maar dat is niet letterlijk een kat in de zak. Dat is raar dat ik dat zeg. Wat? Ze hebben dit speciaal zo gemaakt, zodat de deur open kan. Een soort van deur. Een deurblokje. Dat is echt gewoon het tegenovergestelde van handig. Ja, maar je moet ook iets, hè. Als je een kleine ruimte hebt, moet je creatief worden. Het is wel heel creatief. Laten we dat eerlijk zijn. Guys, weet je wat ook Unsen is? Ik voel ineens net dat er een... Nee! Nee, dit is een gat in mijn sok. Hé, maar weet je wat we dan altijd zeggen? Beter een gat in je sok dan een sok in je... Oké, dat had ik niet moeten zeggen. Maar nu is het wel tijd voor de sok om te gaan. Ik ga nog iets Unsunners doen, guys. Oh mijn god, ik heb een gat in mijn sok. Dit meen je niet, dit is sick. Classic, classic. We maken de krant, hè? We maken de krant al honderden jaren. Maar nee, we maken nog steeds een foutje. Dat we er neerzetten dat er nog tekst moet komen. En er staat geen tekst in de uiteindelijke print. Heel nice, heel nice. Social distancing op mijn verjaardag. Oh, wat ben je zielig. Ik heb zoveel mensen horen zeiken over van... corona. Door die corona kan ik mijn verjaardag niet vieren. Bruh. Oh, wat ben je zielig. Eén verjaardag in heel je leven kan er even iemand niet langskomen. Laat me je één ding vertellen. Er gaan nog heel veel verjaardagen volgen dat er niemand op je verjaardag komt of dat je geen bezoek krijgt. Want je wordt ouder en je bent dan geen kind meer en dan krijg je geen geld meer voor je verjaardag. Nee, dan is het gewoon live, oké? Wat hits. Dan komt misschien je zus of je broertje of je ouders. Maar that's it, oké? Luister naar mij. Oh, gadver. Dat is zo goor. Het is net alsof je een fucking luier in de zee vindt. Mensen gooien nu hun maskertjes gewoon op straat en dat belandt nu ook allemaal in de zee. Hey, zijn we bijna van het plastic probleem af, krijgen we nu het mondkapjesprobleem in de zee. Shit. Ik ben blijkbaar allergisch voor de allergie. Oh mijn god. Deze man is heeft een allergische reactie op de allergietest. Dat is kut. Je zou maar voor een allergietest gaan en je bent allergisch voor de allergietest. Wat doe je dan? Weet je in ieder geval wel dat je allergisch bent. Look at this awesome sandwich. Dit is wel heel sick. Gewoon echt alles om het gekocht te laten worden. Er zit gewoon niks op. Dat is echt... We're getting faked here so hard. Dropping your phone while riding the theme park. Daar gaat hij bijna. Waar is de... Oh, daar gaat de telefoon. Ja, you. Maar waar is hij? Hij valt. Wow, valt hij zo... Of ligt hij nu op een plaat of zo? Oh, hij ligt... Oh, holy shit. Die heeft een drop gemaakt. Dat is insane. Wel een sick shot. En de telefoon doet het nog. Dat is absurd. Yo, dat is sick. En hierna heeft ze dit nooit meer gedaan. Oh, holy shit. Deze guy heeft zijn afstandsbedieningen op de fucking verwarming gelegd. Dit is een ding? Wat de hel? Dan had hij echt zijn verwarming op 1000 staan. Dit is bizar. Yo. Oh. What the fuck? Dat zijn bijen. Je bent serieus. What the fuck? Yo, dit is bizar. Maar hoe kan je dat ook... Dit is... Kom op, dit is niet van het een op de andere dag. Dit is over een langere periode van tijd gebeurd. Hoe is dit gebeurd? What the fuck? Dit is absurd. Yo, dit is ook balen. Iemand heeft hier dit hekje laten spuiten. Maar er is ook gewoon volledig over de auto gespoten. Waarschijnlijk door de wind. Maar dit kan je niet maken. Dit is permanent, joh. Weet je hoe dikke verf dit altijd... Tenminste, niet dik per se dikke verf. Maar dit is echt van die spraypaint verf. Dit kan je er echt niet zomaar af laten halen. Clementine, hoppa. Geld. Meteen een beetje meer vragen. Ziet er heel naar uit. Dit is weer zo'n allergietest. Deze heeft in ieder geval geen allergieën voor de allergietest. Maar dit zou ik eigenlijk ook wel een keer willen doen. Want ik ben denk ik voor niks allergisch. Ik ben tot nu toe nog nooit echt allergisch voor iets geweest. Ik ben alleen... één keer heb ik een beetje een allergische reactie gehad op zo'n trapboot. Weet je wel, dat je moet trapperen in de zee op zo'n bootje. En dan moet je zo waterfietsen. Zo'n waterfiets. Het heet een waterfiets. Dat zeg ik nou wel weer raar. Dat was iets van een gekke kunststof
gemaakt of zo. En daar reageerde ik niet goed op. Mijn huid is alleen gevoelig voor droogte. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit last gehad met allergie. Oh nee, oh nee. Oh nee, ze blijft er ook aan hangen. Dat moet je niet doen. Er is niks gebeurd. Niemand heeft het gezien. Gewoon weer erop staan. Zet hem eerst uit. Doe niet dom. Zet hem eerst uit. Nee. Oh, zo stupid. Dan ga je nog een keer. Zet hem eerst uit. Echt domme ass. Holy shit. Yo, what the fuck. Oké, what a bitch. Dit hebben ze sowieso afgesproken. Dit is afgesproken, afgesproken filmpje. Maar grappig, hè, grappig. Zo, dan heb je een kutdag. Je hele fucking boot gezonken als je aankomt. Hoe ga je dat fixen? We pakken een emmertje. En we gaan het water eruit zetten, guys. Hier, iedereen pak even een emmer. Ja, hoe fix je dit? Dit is niet te fixen, toch? Of wel? Ja, het is wel te fixen. Gewoon water eruit halen. Maar je hebt wel even veel schade, hoor, op die manier. Waterschade is ook schade, jongens. No! Oh, nee. Weet je wat de perfecte titel hierbij zou zijn? Zeg maar, als je nu dit om zou gooien. En nu moet er eigenlijk zo'n iemand bij staan die kleurenblind is. En zo'n kleurenblinde gaat 100.000 M&M's sorteren. Nou, dat wordt grappig, joh. Iedereen lachen. Echt gewoon iedereen die binnen zit. Trouwens, zit jij op dit moment binnen? Duw dan op die like-button. Duw erop. Niet slamashen. Niet gek doen. Gewoon duwen. Ja? Wat gaan we doen? Point of no return. Oké, we zijn beneden. Oh, maar het is dicht. Hoe ga je om... Oh, dat wordt heel zwaar. Dit is toch wel een noodstop daar beneden, of niet? Dat is kut. Waarom staat hij aan? Maar even, op de helft kwam je hier al achter. Toen je hier stond, zag je dit al. Waarom loop je dan niet snel terug? Ja, dat is wel heel veel moeite. Deze guy bestelde een broodje met ei en bacon. Hij krijgt één plakje. Één mini plakje bacon. Hij kon er niet van genieten, blijkbaar. Hij is not amused. Anders zou hij het niet delen, toch? Godverdamme. Dit zat in zijn crackerpakketje. Oh, godverdamme. Godverdamme. Oh. Daar kan je in principe niet ziek van worden. Maar het is wel ranzig. Tenminste, kan je er niet ziek van worden. Ik wil even ziek van binnen of zo, als je het hoort. Jezus. Are you serious? Ze gooien dit hele skatepark vol met aarde. Zodat niemand de fucking skateparks gaat gebruiken. Tijdens de lockdowns. Dat is wel echt een hele matige manier van mensen weghouden daar. Dat vind ik wel echt een hele matige manier. Ik bedoel, het is toch niet erg als er 3, 4, 5, 6 mensen daar aan het skaten zijn. Ik bedoel, je kan niet met z'n tweeën op één skateboard. Dus wat de fuck is het probleem? Dat is wel balen. Oh, elke keer als ik dit zie, hè, dan hoop ik gewoon dat mijn toekomstige hond dit nooit zou doen. Ik hoop het daadwerkelijk. Ik hoop het zo erg. Deze vogel denkt gewoon, ik ga even op het hoofd staan van dat beest. Kakt gewoon op zijn hoofd. Dat kan je toch niet maken? Je chillt hem daar en dan moet je hem gewoon even normaal chillen. Niet keihard chillen, snap je? A turkey flew into my bedroom and my roommate set up a GoPro. Oh mijn god. Oh mijn god, ja, wat de fuck ga je doen? Wat doet die fucking turkey daar? Hoe komt zo'n beestje binnen? Hij ging er ook een foto van. Ja, wat kan die aandoen? Ja, je moet hem even goed vastpakken. Het is wel echt een unit, hoor. Ik weet ook niet of ik dat zou durven. Oh mijn god. Oh mijn god. Deze man. Er zit bijna een hele ijspegel. What the fuck? Waar woont deze man? Antarctica, boys and girls. Antarctica. Oh. Oh, 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 oh. Dit is zo erg. Dit is zo erg, hè? Kan natuurlijk erger, maar dit is echt... Mensen die een auto hebben gekocht en kunnen betalen, die dit doet zoveel pijn. Want om een auto te kunnen kopen, moet je zo keihard gewerkt hebben. Het is geen koopje, een auto. En als iemand dit met je auto doet en ermee wegkomt... Echt niet vergeefbaar, hoor. Dat is echt niet oké. Oh! Oh! Dit is zo zielig. Deze vogel heeft zijn nestje gebouwd tussen de lamp en de deur. En hij moet nu weg. Oh! This is so sad. Kunnen we even één traantje krijgen in de comments, alsjeblieft, voor deze duif? Want de eigenaar moet nu weg. En ja, wat gebeurt er nou met het nestje? Oh, ook zo zielig, hè? Op het vakantiehuisje van Roos, mijn vriendin. Kom je doen? Ah, zie je.
Assie. Oh, lekker. Dit is geen sponsor trouwens. No spon. In ieder geval. Op het vakantiehuis van mijn vriendin Roos, daar was ook een... helemaal achter in de tuin hadden twee ganzen een nestje gemaakt. Nou, die leggen best wel grote eieren. Maar zij kwamen toen... in de winter kwamen ze daar natuurlijk niet. En ook niet in de herfst. En nu werd het weer een beetje lekker weer en gingen ze daar weer heen. En uiteindelijk, die ganzen die zaten daar te broeden. Maar hun gingen in de tuin werken. Dus die ganzen die gingen hun aanvallen. Omdat ze in de buurt kwamen van de broedplek. En nu zijn ze daar dus een soort van weggejaagd. Niet de ouders van Roos, maar... De ganzen, die durven daar nu niet meer te komen. En ze hadden hun iets van 5 of 6 eieren hadden ze nu begraven in dat nestje. Maar ja, er zijn nu al zo lang geen ouders meer bij geweest. Dus ik denk ook niet dat die het overleven. Maar in ieder geval, guys, dankjewel voor het kijken naar Unsun. De serie tegen je oogbal. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie bij een nieuwe video. En dat jullie eventjes de video reageren en liken. En hey, hoe was het schuine cam idee? Volgende keer gewoon verticaal. Verticale video gewoon. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer terug. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is later.